De reorganisatie en het herstructureringsproces van de veiligheidsdiensten, zoals het Korps Politie Suriname, blijven van kracht. President Chandrika Prasad Santokhi staat nog steeds achter het besluit een interim management team te hebben benoemd bij de politieorganisatie. Het staatshoofd bracht vanmorgen een officieel bezoek aan het KPS en gelederen, waarover wij u het volgende verslag brengen. Voorafgaand aan het formeel gedeelte vonden er verschillende ceremoniële begroetingen plaats van de waarnemend korpschef, de minister van Justitie en Politie ad interim, de vicepresident en de president. Het gros van de sprekers verwelkomde het staatshoofd terug in de boezem van het KPS, waar hij 27 dienstjaren heeft gehad. Het is de eerste politieman die president van Suriname is geworden. En wij gaan die trend voortzetten om meer politiemannen van president van Suriname te laten worden. Wat hebben die andere keuze? Het is al wil dat zowel de president als de minister van Justitie en Politie een jarenlang staat van dienst hebben binnen deze organisatie. En dus de organisatie zowel binnen als van buiten kennen. Vanuit het niveau van waar u toen heeft gefunctioneerd, is het dan ook logisch dat u letterlijk elke vierkante centimeter van onze werkveld kent. President, uw bezoek wordt door ons bijzonder op prijs gesteld. Als gewaardeerd gewezen lid van het korps hebben we goed geluisterd naar de voorzitter van de bond. Ja, de korpsleiding. In de korpsleiding heb je ook mogen participeren. Hoofd justitiële dienst van het KPS bent u ook geweest. U bent volledig op de hoogte van het werk van het Korps Politie Suriname. Ik weet dat hij ook een hele goede politieman is geweest. We kennen hem toen de tijd ook nog. Maar u moet zijn komst hier zien vandaag als het zijn een goede motivatie. Ik ben ervan overtuigd dat al onze problemen zal worden opgelost. De president is zelf hier als oud-politieman. De president herhaalde de reden van het stellen van een interim management team bij het KPS. Leden van het Korps Politie Suriname, we hebben het transformatieproces ingezet door een sterk, stevig interim management team daar te zetten onder leiding van waarnemend korpschef. Geeft u alle ondersteuning aan dit team. Dit team heeft schriftelijk de opdracht gehad van de regering wat dit team binnen 6 maanden moet doen en welk resultaat men moet presenteren en welke maatregelen men moet treffen in het kader van de reorganisatie. En we gaan dat monitoren vanuit de regering. En u zult volledig daarin betrokken moeten worden. En het interim management team heeft volledig het vertrouwen van de regering en ondersteuning. En periodiek gaan we samen zitten om te monitoren hoe dat traject verloopt. Dit was het eerste officieel bezoek van een staatshoofd aan het Korps Politie Suriname. Dat werd afgesloten met een défilé, waardoor de manschappen al dagen aan het oefenen waren.